Nog 3 uur. En dan is Oeroeskan FM voorbij. Oeroeskan FM. Ja, we zijn zojuist aangekomen in Eindhoven op de militaire luchthaven, waar we het einde mee gaan maken, oftewel de afsluiting van het programma Oeroeskan FM. En dat programma dat werd 4 jaar lang ook bij lokale omroepen zoals Omroep Apeldoorn uitgezonden. We gaan een verslag maken van alle mensen die hier op de luchthaven zijn. We proberen generaal Van Uhm te pakken te krijgen natuurlijk. Maar ook mensen die al in Oeroeskan geweest zijn en alles wat daarmee te maken heeft. Ik denk dat we trots kunnen zijn wat uiteindelijk 3FM en de Wereldomroep hebben neergezet met onze hulp. Want het heeft zo'n mooie band gemaakt tussen de mensen in het inzetgebied en het thuisfront die uiteindelijk ook een missie draaien. We konden het net hier ook nog zien. Er was echt een paar mensen die opa, oma en de vader en de moeder geloof ik, die nog even contact hebben met een dochter, CQ kleindochter daar in Oeroeskan. U weet als vader ook wat het is om het thuisfront een goed contact te laten hebben nog met Oeroeskan. Daar waar ze zitten, daar waar de angst is, daar waar het gevaar loert, zeg maar. Hoe is dat voor u geweest om daar Oeroeskan FM nog in te hebben gehad? Nou ja, de mensen in Oeroeskan die zijn met hun werk bezig. Het zijn professionals die hun werk doen met zo min mogelijk risico's, die op elkaar vertrouwen. Maar het is dan ook wel mooi als je af en toe een lijntje hebt met Nederland en met je partner, je relaties, je familie. Dat kan op een heleboel technische middelen tegenwoordig. Daar proberen we ze ook in te faciliteren. Maar Oeroeskan FM is dan toch net even iets extra's. En als je dan in de studio wordt getrokken en opeens zit daar iemand van je familie en live bij je in de verbinding. Nou, dat zijn toch wel kippenvelmomentjes. En laten we ook niet vergeten dat Oeroeskan FM heeft bijgedragen aan de beeldvorming over de missie. Want de militairen konden wel, ook via dit medium, kwijt wat ze doen onder welke omstandigheden. Bij me staan hier Laurensen van de Polder en Marcel Roosendaal. Prachtige plaatjes opgeplakt. Ja, maar jullie zijn ook een heel speciaal stel, want jullie hebben elkaar leren kennen door middel van Radio Oeroeskan. Hoe is het eigenlijk zo gekomen dan? Ik zag op de tv, zag ik Annemiek met het programma, het radioprogramma. Nou, toen heb ik haar een mailtje gestuurd dat ondanks alle narigheid die daar ook was, dat er ook wel moois kon bloeien. Nou, toen had ik verteld dat ik hem had leren kennen via een datingsite. Maar hij zat 6000 kilometer verder in Afghanistan en ik zat thuis in Rotterdam. En hoe reageerde Annemiek daarop? Kon zij iets voor jou betekenen? Ja, schitterend. Ze vond het helemaal geweldig. Dus ze waren eigenlijk de rode draad, dus plaatjes aanvragen. En toen hebben ze mij ook gevraagd van zou je het leuk vinden om de ontmoeting hier zo in de studio te doen. Jeetje, dat is ook wat. Hoe was dat voor jou dan? Ja, dat is heel speciaal. Iemand die eerst altijd aan de telefoon hebt gehad of gemaild hebt of MSN. Om die in één keer in levende lijf te ontmoeten, dat is wel heel speciaal. Want jullie hadden foto's uitgewisseld of? Ja, ik kreeg ook wel een filmpje van hem. Maar ja, ik zeg het is toch of elkaar echt kan voelen, lijfelijk contact. Dat is toch heel anders. En ja, die filmpjes waren natuurlijk geweldig. En we hadden heel veel mailcontact en we belden af en toe. Ik had een keer via een USB-stick een filmpje opgestuurd. Ja, een nummer van Pilot, It's Magic. Dat had ik geplaybacked en naar haar toegestuurd. En dat was het enige houvast wat zij dus een beetje had. Maar hoe is het dan als je in zo'n studio zit en je denkt van, oh god, komt die, waren jullie tegelijk daar? Of hoe ging dat? Ik was daar eerder. En ik zat in de studio en eind van de uitzending ging Wouter, die ging Marcel ophalen beneden. Dus ja, toen was het echt gewoon de deuren open en in elkaars armen vliegen en champagne. Ja, dat was zo apart. Ja. Het was een uitzending op dat moment. Dus dat was heel speciaal. Helemaal geweldig. Ja, dus iedereen in Oeroeskan en iedereen in het thuisfront kon daarvan meegenieten. Qui dit taf, te dit les thunes. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette, te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour, dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit... Bij mij hier Peter Veenendaal, de bedenker van Oeroeskan FM. Kun je vertellen hoe dat ging toen, in die tijd? Het was in 2006, neem ik aan, ergens. Ja, het was een paar weken voordat die missie eigenlijk begon. Iedereen was onder de indruk van die missie. Hè. Het wordt een hele moeilijke, zware gevechtsmissie, dacht iedereen. En wij van de Wereldomroep dachten, ja, kunnen wij daar als publieke omroep met een soort maatschappelijke verplichting iets aan bijdragen aan het welzijn van die mensen?
Ik had in die tijd een gesprek met een goede vriend van mij die deskundig is op het gebied van de veteranenzorg. En die zei, ja, het belangrijkste wat mensen nodig hebben als je op zo'n vechtmissie bent, is als, laat ik zeggen, zo'n gevaarlijke missie bent, het was geen vechtmissie, is eigenlijk aandacht. Hè? Want je kan gewond raken, je kan gedood worden, maar daarna, het ergste wat er kan gebeuren, is dat mensen je vergeten. En vanuit die gedachte hebben we een programma ontwikkeld dat tegelijkertijd in Nederland en daar op de legerbasis is uitgezonden. En dat heeft heel goed gewerkt. Dat heeft gewoon een brug geslagen tussen de maatschappij hier en de mensen daar. En ik ben erg trots op het resultaat. Ja. Goed gelukt. Hoe is het nu voor jou om bij de laatste uitzending daarvan te zijn? Nou, weet je, het is hartstikke mooi dat het 4 jaar zo succesvol is geweest. En niets aan waarde heeft ingeboet. En dat geeft ook een heel voldaan gevoel dat wij met dat programma ook tot het einde van die missie erbij zijn geweest. Wat wij hebben gedaan valt natuurlijk niet te vergelijken met het werk wat mannen en vrouwen daar hebben gedaan. Dat was van een hele andere orde. Maar we hebben ons kleine steentje bijgedragen en ik ben hartstikke tevreden over het resultaat. Ik had gekast, ik was niet klaar, maar toch is het een tijd. Ik ben niet daar bezig geweest en er was een strijd met mezelf. Het leven makkelijk is het niet, maar toch ben ik klaar om te gaan naar die plaats op het geklopt. Ik heb wachten op de kom, nerveus ben ik zeker, maar voel me goed op de lijn worden. Ja, en dan staan we hier bij Chris de Vries en zijn artiestennaam dat is Gizmo. En jij hebt hier opgetreden zojuist, samen met je collega, muzikant. Je bent ook in Oeruzgan geweest, op missie. En voordat je wegging heb je nog een heel mooi rapnummer geschreven. En dat heb je nog gezongen terwijl je moeder een feestje voor je organiseerde. Laat eens wat horen. Ik heb het vaak gezegd dat ik weg wou. Net toen ik dacht dat ik weg zou mogen, werd het afgekapt. Ik was niet klaar, maar toch is het de tijd. Ik ben een jaar bezig geweest en het was een strijd met mezelf. Want even makkelijk is het niet, maar toch ben ik klaar om te gaan naar die plaats waar wordt geknokt. Ik heb angsten overwonnen, nerveus ben ik zeker, maar voel me goed. Hoe heb je het geschreven? Ik bedoel, hoe kom je erbij? Nou ja, het is eigenlijk een beetje geweest. Ik ging weg, ik deed al een tijdje rappen, dat deed ik al voor 6 jaar, met name met hem. En op het moment dat dat ik vertrok, ben ik de tekst gaan schrijven. En ik vond het gewoon niet iets toepasselijks om toch even een laatste berichtje naar mijn familie achter te laten. En zo is het nummer eigenlijk ontstaan. En de vriendin van jou staat hier ook bij je. Hoe heet je ook? Stephanie. En hoe was het voor jou dat hij naar Oeruzgan ging? Ja, moeilijk. Het was lang. Ja. Hoe lang ben je daar geweest? Ik heb er gezeten van 30 juni tot en met 20 november. Recent had ik toen een andere vriendin, dus zij hebben het wel meegemaakt, maar toch op een andere manier. Maar ja, dat is een beetje geweest in het verhaal wat er speelt. En na uitzending is het tussen ons steeds groter gegroeid en dan sta je op een gegeven moment hier met haar. Dat moet voor jou ook heel mooi geweest zijn om dan daar te zitten en dan te horen dat je hier in Nederland succes hebt met het nummer wat je schreef voordat je vertrok. Nou, het was eigenlijk wel grappig. Het werd me verteld dat er een interview kwam. En ik ben alles gaan voorbereiden voor mijn werk en allemaal heel formeel. En ik had hele blaadjes gemaakt. En met dat ik mijn moeder hoor heb ik ook zo het A4'tje naar achteren gegooid. En toen kreeg ik een gesprekje met mijn moeder. En die werd redelijk emotioneel. Dus het was voor mij ook wel even slikken. Ik was net weg. En dan hoor je je eigen nummer op de radio. Ja, dat is gewoon tof. Dan heb je gewoon iets bereikt. Zo voelt het. En hoe is het dan als zo'n telefoongesprek weer afgelopen is? Wat doet dat dan met je? Heel hard wegrennen en dan naar een andere telefoon en nog wel even met thuis bellen. Want de verbinding was niet zo heel goed. Dus het is even apart. Dan heb je wel eigenlijk even het moment van je hoort je moeder huilen. En het liefst wil je er wat troost, maar je kan daar vrij weinig. En ja, daar hebben we allemaal last van daar. Oeruzgan FM. Over en sluiten. Presentatrice Hanneke, die vandaag de afsluiter heeft gemaakt, zeg maar. Het 3 uur durend programma Oeruzgan FM afsluiten. Hoe was dat voor jou? Dat was heel bijzonder. Heel feestelijk en het is een beetje raar dat het nu is afgelopen. Ja. Ik zou bijna willen vragen, wat ga je morgen doen? Maar... Nou, morgen ga ik eens even heel erg lang slapen en eens even nadenken wat er vandaag allemaal gebeurd is. Ik denk ook wel dat ik... maandag om 4 uur, dan is natuurlijk normaal gesproken de uitzending. Dan denk ik wel even van nou... Dan zit ik thuis en dat is toch wel gek dat gestopt is nu. Ja, ik kan me voorstellen. Het zal straks blijken hoe dat voor je is. Maar heb je al andere plannen om te gaan doen? Ik blijf gewoon met 3FM radio maken. En verder lopen er wat dingen. Dus ik ga eerst een tijdje reizen. En als ik dan terugkom, dan gaan we eens kijken wat er nog op mijn pad komt. Ja. Maar even over Oeruzgan FM. Jij kwam als derde presentatrice erin januari dit jaar.
Hoe is dat dan om dat over te nemen van twee anderen die het heel goed deden? Ja, je weet toch, iedere DJ brengt zijn eigen kwaliteiten mee. En ik heb het weer op een andere manier gedaan als Annemiek en Christel. En dat werd ook gewoon helemaal gewaardeerd. En ik mocht ook gewoon fouten maken. En ik ben er helemaal ingegroeid. Ja. Maar hoe is het dan om in die militaire taal te spreken? Want ja, dat is toch een heel ander verhaal, denk ik, dan bij ja, burgers, moet je dat zo noemen. Maar hoe was dat? Nou, dat is zeker wennen, want ze hebben wel een beetje hun eigen vocabulaire. Ja. Maar ze kunnen zich natuurlijk ook heel goed inleven in mij. En ze weten heus ook wel dat als ze allerlei afkortingen gebruiken, dat ik dat niet altijd begrijp. Ja. Dus in die zin ging het best wel goed om mensen te communiceren. Ja. En emotioneel gezien, je hebt de ene keer heb je een programma wat ja, gewoon lekker luchtig is. En mooi met aanvragen, wel wat emotionele dingen natuurlijk. Als je ouders met hun kinderen of vrienden of vriendinnen met elkaar hoort. Maar hoe is het dan als er wel wat triest te melden valt? Nou, dat is heel moeilijk. Maar gelukkig hadden we dan altijd het hele Oeruscan FM team. Wat ja, je gaat met elkaar zo'n uitzending voorbereiden. En dat is inderdaad heel erg moeilijk. Maar ja, je hoeft ook geen oplossingen te geven of vragen te beantwoorden. Het is gewoon dan zoals het is. En het is heel erg verdrietig. Het is de andere kant van de missie. Ja, een heel ander verhaal. Ja. Hanneke, ik wens jou een hele fijne avond toe. Rust goed uit. En heel veel succes voor de toekomst. Dankjewel.